VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. De eerste competitieheld zit er bijna op voor VVV, met tot nu toe een mooie 13e plaats als resultaat. Zometeen een vooruitblik op de wedstrijd Heerenveen-VVV. We praten met Vito van Krooi, maar eerst terug naar de laatste wedstrijd VVV-AZ. Hunte, de snelle man voorin. Hunte is weg. Hunte met een kans. Hunte met een kans. Maar het blijft bij een kans. Geen controle. Ruzie met de bal. Kans voorbij. En dan gaat Hunte opnieuw. Fout van Hatzidiakis. Nou moet hij hem toch maken, zou je zeggen. Hij doet het weer niet. Redding van Bissot. Daar ontsnapt AZ dus vroeg in de wedstrijd. Twee keer aan een tegengoal. Twee keer Hunte. Is dat buitenspel voor Weghorst? Dat is het dus niet. Maar hij scoort ook niet. Goeie ingreep van keeper van Krooi. Hunte. Daar gaat hij weer. Hij is snel. Maar ja, het maken van doelpunt is andere koek. Van Krooi. Wat scheelt het? Rutte. Ralf Zeuntjes, Rutte weer, T. Hier is T opnieuw, de Duitse voetbalnomade die bij zoveel clubs heeft gesteld. Steekballetje op, op Ralf Zeuntjes, die raakt de paal. Dat is toch zijn kwaliteit. Koopmeiners, die gaat er in één keer in. Maar, hij wordt afgekeurd. Weghorst kijkt. Van de Bron boos richting de vierde official. Maar wat kan die eraan doen? Nijhuis is resoluut. Ja, daar wordt een VVV-speler ondersteboven gegooid. Dat zal Nijhuis gezien hebben en beoordeeld hebben. Hij telt dus niet, blijft 0-0. Mats Zeuntjes. Ouwe Jan! En de redding van Van Krooi. Sterk moment van AZ nu. Wat mij betreft mag er een doelpunt vallen nog in de eerste helft. Kan me niet schelen aan welke kant. Daar gaat het spelletje toch om. Daar komt Ouwe Jan. Zou hij het dan doen? Hij doet het ook niet. Dat is de tweede keer dat hij goed doorkomt, die jongen linksachter. Ah, dit is de moeder van de Zeuntjes. Moeder Zeuntjes schijnt een huisje te hebben gehuurd hier in de buurt. Om deze wedstrijd van haar beide zoons te kunnen bekijken. Leuk. Koopmeiners. Eigen goal, een eigen goal. Oh, een eigen goal. Ralf Zeuntjes. Oh, wat erg. Hij die zo dicht bij de openingsgoal voor VVV was in de eerste helft. Het schot op de paal en nu zijn kopbal in eigen doel ziet verdwijnen. Ja. Ah, de ene broer troost de ander. En VVV scoort nog alles uit dit soort situaties. Nu ook. Nee, wat een kans. Wat een kans voor deze Opoku. Koud in de wedstrijd en dan. Ja, die mag je toch wel maken eigenlijk, zou je zeggen. Koopmeiners met de hoekschop. Ralf Zeuntjes dit keer goed weggewerkt. De vorige ging erin, weet u nog. Daar is Mats Zeuntjes. Hatzidiakis, ja, mooie goal hoor. Rakende wedstrijd in het slot gegooid. Hier Mats Zeuntjes. Die heeft een paar tellen de tijd om te kijken wat hij doet. En dan ziet hij daar Hatzidiakis. Pantelis Hatzidiakis. Wat een prachtige naam voor zo'n mooi doelpunt. En dan gaat AZ zo dadelijk zijn 10e zege van dit seizoen boeken. Dat is knap hoor. Heel knap. Maar waardering is het toch ook voor VVV dat heel veel energie in deze wedstrijd stopte. En hier nog eens een goed schot gestopt ziet door
gewisseld. Een schot van Opoku. AZ onder leiding van John van der Brom. Wint van VVV onder leiding van Maurice Stijn. Eigen doelpunt van Ralf Seuntjes. En een prachtige, rake tweede goal van die jonge verdediger Hatsi Diakos. Mijn verhaal. Ja, dat is dat we denk ik een prima wedstrijd hebben gespeeld. Veel kansen gecreëerd hebben en ongelukkig op achterstand zijn gekomen. Nou, daarna wel ook nog de kansen gehad op 1-1. Ja, en bij de 2-0 was de wedstrijd wel bijna beslist. Maar ik denk dat we een prima wedstrijd hebben gespeeld. Dat blijkt er wel de reactie van het publiek na afloop. Maar het is zonde dat je jezelf niet beloont. Ja, geknokt, kansen gecreëerd, wat je zegt. De week daarvoor zuur puntverlies tegen Willem II. Is dit een zure nederlaag toch? Hè? Ja, als je die twee wedstrijden terugkijkt, dan hadden we eigenlijk in beide wedstrijden meer verdiend. Tegen Willem II had je verdiend om te winnen. Twee punten meer moeten hebben. En tegen AZ denk ik dan een punt ook wel op zijn plek was geweest. Maar dat is ook wel weer de lessen van de Eredivisie. Een moment van onoplettendheid en hij ligt erin. Dat heb je tegen Willem II gezien. Nou, van AZ echt ongelukkig. Die goal van de eigen goal van Ralf is super ongelukkig. Maar wat je wel sterkt is dat je de manier van voetballen, als je ziet hoe goed we het hebben gedaan tegen AZ, die dan door iedereen bewierookt wordt en terecht ook, dan denk ik dat mijn spelers echt complimenten verdienen. Vito van Crooy scoorde twee weken geleden eindelijk weer eens voor de Venlonaren. Na een flitsende seizoenstart leek hij even in een dipje te zitten. Ja, klopt. Ik ben dit seizoen echt goed begonnen, vond ik. Daarnaast heb ik volgens mij een paar wedstrijden niet gespeeld door blessure. En dat is een beetje aangebleven. Maar nu de laatste weken gaat het wel weer de goede kant op. Dus ik hoop ook dat niveau van de eerste paar wedstrijden weer kan halen. Ja, weet je dan waar dat aan ligt? Ja, je zegt zelf, ja, je hebt een paar wedstrijden niet kunnen spelen, wat blessures en zo. Is dat dan het probleem? Ja, ik denk als je een paar wedstrijden niet speelt, dat je ook niet, als je dan weer een hele wedstrijd moet spelen, dat je dan ook niet helemaal nog weer fit bent. Maar je wordt alleen maar fit door wedstrijden te spelen en door hard te trainen. Dus dat is het belangrijkste geweest, denk ik, door die wedstrijden te blijven spelen. Die is natuurlijk flitsend begonnen, is daarna geblesseerd geraakt. En heeft tussendoor ook nog een aantal wedstrijden wel heel goed gespeeld, vind ik. Maar dat is niet belicht, dus dat is aan iedereen daaromheen. Maar wij weten zijn waarde voor de ploeg. Nou, hij vorige week ook weer gescoord. Heeft nu een aantal hele goede loopacties gehad waarbij hij net niet de bal kreeg. Maar hij blijft altijd dreiging houden. En ik ben blij dat hij de vorm van de eerste weken weer te pakken heeft. Nou, laatste wedstrijd ook weer met je broertje in één team. Hoe fijn is dat? Ja, in het veld merk je er natuurlijk heel weinig van, omdat hij in de goal staat en ik voorin. Maar het zijn mooie momenten die je bijna niet meemaakt eigenlijk. Nee. Momenten om te koesteren. Yes, klopt. Tegen AZ kreeg VVV een aantal levensgrote kansen om te scoren, maar het schortte aan de afwerking. En ook de eindpaas was vaak niet goed. Daarom is daar deze week extra op getraind. Wij hebben het altijd over de juiste balsnelheid, de juiste timing, al dat soort dingen. Die luisteren nou. Nou goed, in deze wedstrijd is dat wel heel duidelijk gebleken. Dat op een aantal momenten net even te lang wachten met de passing of de passing net niet hard genoeg is. Nou, als die wel zuiver is, dan sta je nog 2-3 keer alleen voor de keeper. En daar hebben we daar besteden we extra aandacht aan. Maar goed, als het dan heel nadrukkelijk naar voren komt in de wedstrijden, dan benadruk je dat nog wat extra. De training vandaag was besloten, dus geen beelden daarvan. Ondanks dat er niet gescoord werd tegen AZ, lijkt Stijn vast te houden aan de vaste basiself. De enige reden zou zijn is dat je iets te weinig punten hebt gehad. Maar dat komt niet omdat spelers slecht spelen of omdat ze niet hard genoeg werken of omdat ze niet de best hebben gedaan. Dus op het moment dat ik dat zie, dan heb je een neiging om te wisselen. En ik vind ook niet dat de mensen die op dit moment niet spelen, dat die beter zijn dan de mensen die wel spelen. En dat heeft vaak met keuzes te maken, ook nog wel eens met tegenstander. Maar voor mij waren de twee wedstrijden, de laatste wedstrijden waarin we die 11 jongens erin hebben gezet. Die hebben het uitstekend gedaan, alleen zichzelf niet beloond. En dat is zonde, maar dat is geen reden voor te wisselen. Nou, maar misschien een omzetting. Je zou kunnen denken, je zet Ralf Seuntjes weer een keer in de spits, omdraaien met die.
Nou ja, die vrijheid hebben ze sowieso in de wedstrijd al. En kijk, ik vind Tien nog steeds een uitstekende spits. Het is jammer voor hem dat hij nog niet scoort. Maar ja, als je ziet hoe balvast hij is, hoe goed hij de jongens laat spelen, dan is hij voor mij geen enkele twijfel. En ik heb nog steeds het gevoel dat Ralf daar rondomheen zich ook prettig voelt. Ja, nogmaals, het heeft wel een stukje zuiverheid te maken, een stukje timing. Ook, soms ook wel met een stukje geluk dat we niet voor zijn gekomen. De voorbereidingen op het competitietreffen tegen Heerenveen starten deze week met een geheim oefenduel in de Kool tegen Jong Ajax. Onder andere Opoku, Nakali, Peters, Amenjido en Tissou Dali stonden in de basis. We hebben zondag en maandag twee wedstrijden gespeeld die we beide verloren hebben. Tegen Jong Ajax met 4-3. Maar ook daarin heb ik heel veel goede dingen gezien. Ook de jongens die zondag niet gespeeld hebben, maandag volle bak gegeven. Niet in de teleurstelling gezeten van het niet spelen. Nee, hebben het opgepakt en weten als ik ze nodig heb dat ik ze zal gebruiken. En zo hebben we die wedstrijd ook aangevangen. En ja, dat hebben zij ook gewoon heel goed gedaan. Dus de groep is fit. De groep is er klaar voor om die laatste belangrijke weken voor de kerst nog punten te gaan pakken. En zowel de eerste elf als de jongens die nog niet bij de eerste elf staan, die tonen een hele gretige indruk. Zaterdag gaat VVV dus op bezoek bij Heerenveen, dat slechts 3 punten meer heeft dan de Venlonaren. De Vriezen kennen tot nu toe een wisselvallig seizoen. We weten natuurlijk dat wij in uitwedstrijden veel punten hebben gepakt. Dus we gaan ook naar Heerenveen toe, niet om ons in te graven, maar ook om onze kansen te pakken daar zo. En goed, ik denk dat we dat de voorgaande uitwedstrijden allemaal bewezen hebben waar wij toe in staat zijn. En dat willen we aanstaande zaterdag weer doen. We weten dat Heerenveen uit een lastige wedstrijd is. Heerenveen een prima elftal heeft met prima spelers. Maar ja, dat vind ik van mijn ploeg ook. Dus ik ga vol vertrouwen naar Heerenveen toe. Ja, Heerenveen staat volgens mij maar 3 punten boven ons. Dus zoveel beter doen ze het niet. En, ze hebben volgens mij de laatste paar wedstrijden maar 3 punten gepakt. Dus dat valt zeker wat te halen. Winnen in Heerenveen lukte voor het laatst in 1982. Wel waren er de laatste jaren een paar verdienstelijke gelijke spelen. Zoals in 2013, waar de Venlonaren zelfs met 0-2 voorkwamen. En zoals in 2009, waar het venijn in de staart zat en VVV zelfs bijna met de winst naar huis ging. Nou, maken ze het af? Ja, dat maken ze toch af? Ja, dat maakt hij af. Dat maakt hij af. Calabro. Het shirt gaat uit, het fluitconcert is groots van alle Heerenveen supporters en de domper is enorm. Leemans. En daar is nog de gelijkmaker. En dat verdient Heerenveen ook wel. Een wedstrijd die geen winnaar verdient, krijgt hem misschien toch als Honda zuiver uithaalt. Oh, van de bussen via de paal. Ho! Oh ja, we zijn er dinsdag weer met dan een voorbeschouwing op VVV FC Utrecht. En een prijsvraag waarbij je kans maakt om als VIP naar VVV Heracles te gaan op 24 december. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.